بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. In de naam van Allah en alle lof is voor Allah en de vrede en zegeningen zijn met de profeet Mohammed. In deze lezing gaan we verder met het bespreken van het uitmuntende gedrag van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vrede en zegeningen zijn met hem. In het vorige gedeelte hebben we kunnen zien hoe het gedrag van Mohammed was tegenover zijn metgezellen, kinderen en mensen die vijandig tegenover hem waren. Nu gaan we verder met het bekijken van zijn gedrag tegenover vrouwen en dieren. En we halen nog een aantal uitspraken aan van mensen die zij hebben gedaan over de profeet Mohammed. Laten we beginnen met een onderwerp waar vandaag de dag veel misverstanden over bestaan. Namelijk hoe de moslim zijn vrouw behandelt. Er wordt beweerd dat de leer van Mohammed vrouwonvriendelijk zou zijn. De vrouw zou niets anders zijn dan een slaaf voor de man. En de vrouw zou geen enkele rechten hebben, wordt beweerd. Laten we kijken naar wat Mohammed allemaal heeft gezegd omtrent de vrouw, om te zien wat de positie van de vrouw werkelijk is. Tijdens de afscheidsbedevaart hield de profeet Mohammed een toespraak voor duizenden pelgrims. Een toespraak waar de moslim vandaag de dag vele lessen uit kan halen. In deze toespraak werden de belangrijkste punten met betrekking tot het geloof en de omgangsvormen benoemd. Een van de punten die de profeet zei was, welnu, beschouw de vrouw als iemand die je goed moet behandelen. Beschouw de vrouw als iemand die je goed moet behandelen. Vanwege het belang herhaalde de profeet deze zin twee keer. De profeet beval kinderen om goed te zijn tegenover hun moeder. Een metgezel vroeg ooit, wie is de persoon die het meest mijn goede gezelschap verdient? Waarop de profeet antwoordde, jouw moeder. Vervolgens zei hij weer, jouw moeder. En vervolgens zei hij weer, jouw moeder. En pas na drie keer zei hij, jouw vader. De vrouw wordt hier dus drie keer aangehaald voordat de man wordt aangehaald. Dit laat de eervolle positie en respectvolle positie van de vrouw zien. In een andere overlevering kunnen we zien dat er een metgezel naar de profeet kwam met een vraag. Hij vroeg, o boodschapper van Allah, wat zijn de rechten van vrouwen als iemand van ons haar benadert, oftewel haar huwt? En de profeet zei toen, het is dat je haar voedt wanneer je jezelf voedt. En dat je haar voorziet van kleding wanneer je jezelf voorziet van kleding. En dat je haar gezicht niet slaat, nog haar beschimpt. En laat haar niet alleen, behalve in het huis. We halen een paar overleveringen aan om het gedrag van Mohammed tegen vrouwen duidelijk te maken. Zo zien we dat in een van de overleveringen dat Mohammed gewoonlijk was te spelen met zijn vrouwen. Zo ook met Aisha. Met haar hield hij hardloopwedstrijden. Soms won hij en soms won zij. Aisha vertelde ook dat de profeet uit haar beker dronk nadat zij eruit had gedronken. Hij plaatste zijn mond dat op het deel van de beker waar Aisha uit had gedronken. Zo zien we de liefde van de profeet voor haar. Ook kunnen we in de volgende overleveringen zien hoe de profeet was binnen de muren van zijn huis. Was hij een dictator die zijn vrouw commandeerde? Was hij een beul die zijn vrouw afbeulde? Of was hij een persoon die zijn hele gezin verwaarloosde? Laten we kijken naar wat een metgezel hierover gezegd heeft. Al-Aswad ibn Yazid, hij zei, ik vroeg Aisha, wat Allah's boodschapper gewoonlijk was om thuis te doen. En ze zei, hij was altijd zijn gezin tot dienst. Tot de tijd kwam van het gebed. Daarna ging hij bidden. Hij was zijn gezin dus altijd tot dienst.
Als de vloer geveegd moest worden, dan deed hij dat. En als zijn vrouwen of kinderen iets nodig hadden, dan zorgde hij daarvoor. Hij was dus erg betrokken met zijn gezin. Uit deze en nog vele andere overleveringen die er zijn over de omgang van de profeet met zijn vrouwen, zien we dat hij erg lief, zorgzaam en geduldig was tegenover hen. Naast dit toonde hij ook erg veel begrip voor de emotionele gevoelens van de vrouwen. Maar de profeet was niet alleen goed van karakter tegenover mensen, ook toonde hij goed gedrag tegenover de dieren. De profeet was een keer op reis met zijn metgezellen. Hij stopte toen om zijn behoefte te doen. En ondertussen merkten sommige van de metgezellen op dat er aan de kant van de weg een roodstaartje was. Dat is een vogel. Met wat kuikentjes bij zich. En enkele metgezellen pakten de kuikens op, waarna het roodstaartje om hen heen begon te vliegen en begon te flapperen met haar vleugels. Toen de profeet terugkwam en de vogels zag, keerde hij zich naar zijn metgezellen en hij zei: wie heeft de vogel verdriet aangedaan door haar kuikens weg te nemen? Geef de kuikens terug aan de vogel. De profeet was ook zo genadig met dieren, dat wanneer hij een kat zag op het moment dat hij de wassing verrichtte voor het gebed, hij de tuil met water zou laten zakken voor de kat, zodat de kat eruit kon drinken. Als de kat dan klaar was met het drinken uit de tuil, pakte hij de tuil weer op en verrichtte de wassing met het water wat is overgebleven. Zelfs op het gebied van het slachten heeft de profeet regels geïntroduceerd om het leed van de dieren zo min mogelijk te laten zijn. Alleen mensen die bekwaam zijn in het slachten mogen dit doen. En dan wel op de beste wijze, zodat het dier er weinig last van zal hebben. En dat hij ook weinig pijn eraan overhoudt. Ik hoop dat tijdens deze twee korte lezingen het karakter van de profeet Mohammed duidelijker is geworden. Zodat we zijn biografie kunnen doorlopen met in het achterhoofd het ware karakter van Mohammed. Dan tot slot zal ik een aantal uitspraken aanhalen van niet-moslims die zij hebben gedaan over de profeet Mohammed. Zij hebben uitspraken over het karakter van Mohammed dat laat zien dat zijn goede karakter ook hen is opgevallen. Zo zei Tony Blair, hij had een artikel of een uitspraak gedaan in een nieuwsblad waarin hij zei dat de islam geprezen dient te worden als mooi. En de profeet Mohammed beschreven als een uitzonderlijke kracht voor de verspreiding van beschaving. Maar ook Mahatma Gandhi, hij had een uitspraak gedaan over de islam en over Mohammed. Hij zei: ik wilde weten over het beste van het leven van degene die vandaag de dag een onbetwiste invloed heeft op de harten van miljoenen mensen. Ik werd meer dan ooit overtuigd van het feit dat het zwaard niet hetgeen was dat voor de islam een plaats had veroverd in deze wereld. De consequente eenvoud, volkomen ingetogenheid, achting voor beloften, intense toewijding aan metgezellen en volgelingen, heldhaftigheid en onbegrensde vertrouwen in God en de missie van de profeet. Het waren al deze zaken en niet het zwaard die elke obstakel overwonnen. Bij het eindigen van het tweede deel van de biografie van de profeet was ik bedroefd dat er voor mij niets meer te lezen was over dit grootste leven. Ook zei een Britse filosoof, Thomas Carlyle. Hij zei: het is een grote schande voor een ieder om te luisteren naar de beschuldigingen die de islam een leugen, dat de islam een leugen is. En dat Mohammed een verzinner en een bedrieger was. We zagen dat hij standvastig bleef vasthouden aan zijn principes
met ferme verbetenheid. Liefdevol en gul, gepassioneerd, vroom, kuis, met echte mannelijkheid. Hardwerkend en serieus. Ondanks al deze kwaliteiten was hij zacht tegen anderen. Tolerant, aardig, opgewekt en prijzenswaardig. En soms zal hij zijn metgezellen, grapjes maken. Hij was rechtvaardig, oprecht, slim, puur, edelmoedig en scherp. Zijn gezicht was stralend, alsof hij licht binnen in zich had om de donkerte van de nachten te verlichten. Hij was van nature een grootse man die niet was onderwezen op een school of door een mentor onder zijn hoede werd genomen. Hij had dit allemaal niet nodig. In de volgende lezing zal het levenspad van Mohammed beginnen en zullen we het gaan hebben over zijn geboorte en zijn kindertijd.